allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe Pinterest look namaken video. En in deze video ga ik deze look namaken. Hey allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe Pinterest look namaken video. En in deze video ga ik dus deze look namaken. Het is best wel een roze-achtige look, zeg maar. En ja, ik hoop dat dit goed gaat. En doe zeker een duim omhoog. En laten we snel beginnen met de video. Dus ja. Ik begin gewoon met deze oogschaduwbasis van Essence. En ja, ik begin hier gewoon mee. Dat is wel handig, logisch. En ik kijk weer gewoon. Oh mijn god, hij is bijna op trouwens. Dus ik moet echt weer een nieuwe oogschaduwbasis halen. Dus laat weten trouwens hieronder wat jij een fijne oogschaduwbasis vindt. Want ik vind deze wel gewoon heel erg fijn eigenlijk. Gewoon prima. Goed, en trouwens, deze look is best wel een beetje moeilijk. En er zit ook niet echt een palet bij wat zij heeft gebruikt. Dus ik ga hem gewoon namaken met de paletten die ik heb. En wat ik denk van, het gaat wel lukken denk ik. Dus ja, goed. Als eerste, mijn mascara wil. Als eerste dit palet. En dat is namelijk deze van Eye of Makeup. En ik gebruik dus deze bruinachtige kleur. En ik weet niet of zij ook zo'n kleur al heeft gebruikt. Maar ik denk het wel. Ik weet niet zeker. Maar ik gebruik dus deze kleur. En ik ga die aanbrengen met mijn blending kwastje zoals altijd. Gewoon als beginnende kleur, zeg maar, voor andere kleurtjes. En trouwens, hier zit nog steeds roze op. Oeps. Oké. En dan dus deze kleur. En ja, zij heeft best wel een beetje een paarsachtige, roze-achtige kleur gebruikt. En ik gebruik dus deze en die. En dit komt uit het IOT Chocolate Palet van het IOT Makeup Palet. En dat is wel handig. En ik gebruik dus deze twee kleuren bij elkaar. En ik had dat nog op mijn kast zitten trouwens, dus daarom is het zo. Zet gewoon echt aan de binnenkant ook bij de oog. En dan zo. Ik denk dat ik het zo meteen. Gewoon extra aanbrengen met mijn. Wacht, ik ga deze kwast even gebruiken, dat is wat beter. Ik weet niet of dit gaat lukken, want het ziet zo eruit dit. Oké, dit is echt heel erg mislukt. Oké, dan dus het volgende kleurtje. En dat is namelijk uit het Sleek. Oh mijn god, ik zie er niet uit. Uit het Sleek Original Palet. En ik gebruik dus deze roze kleur. En ik dacht er ineens naar aan. En ja, ik vind deze kleur best wel heel erg mooi. Dus deze kleur is. En het ziet er trouwens heel, heel erg hard uit mijn ogen, maar. Oké. En dan ga ik ook weer gewoon lekker aanbrengen. Trouwens, ik ga die kleur hier ook eventjes meer uit in mijn. Oké. En dan is een beetje uitblenden, want het ziet er echt heel heftig uit. En dan, ik laat het gewoon een beetje zien nu, zoals de plaatje. En het ziet er trouwens heel uit. En ik vind het nu niet echt op lijken, maar ik ga die kleur nog wat extra aanbrengen, zeg maar. Dus deze kleur, want het is niet zo heel erg heftig, zeg maar. Dus ik ga hem nog een keer aanbrengen. Dus, oké. En dan het, ja, ik weet niet of zij een best wel een beetje glitterige kleur heeft gebruikt, maar volgens mij niet. En ik gebruik op mijn wenkbrauwbod een matte kleur. En ik, ja, het is gewoon deze kleur.
En ik breng hem gewoon aan weer met mijn spanjekast. En ik ga hier ook gewoon in mijn binnenste ogen gaan brengen. Oh mijn god, ik... Oh, oké, een bericht. Oké, dan weer uitlenzen. Oh mijn god, deze video gaat echt slecht worden, denk ik. Ja. Zij gebruikt een eyeliner en ik gebruik wel gewoon een mascara. Dat is namelijk deze van Catrice. Dit is de Catrice Cosmetics Clement Doll Fosh Lash Effect Mascara. En ik gebruik deze dus. En deze heeft trouwens zo'n bosseltje. En ik dacht van, ik ga hem eens een keer weer gebruiken. Dus dat is wel handig. En ik gebruik een spiegel daarvoor. Allerlaatste. En dat is namelijk een lipkleur. En dat is deze van MAC. En ik gebruik dus de kleur Mer. En ik vind dat deze best wel bij deze ooglook past. Dus ik gebruik dus gewoon deze. Ik vind trouwens deze ooglook gewoon best wel goed gelukt eigenlijk. Ook al had ik eerst gewoon niet echt heel veel vertrouwen in. Want ik weet niet. Dus laat weten of jij dit zal dragen naar iets of ik veel laat weten hieronder. En ja, goed. En dan mijn eindconclusie. En ik vind deze look eigenlijk best wel goed gelukt eigenlijk. Het is wel iets anders natuurlijk dan dit plaatje, want zij gebruikt nepwimpers en zo, dat heb ik dus niet. En ja, en ik vind het eigenlijk gewoon best wel mooi eigenlijk, dit soort look zeg maar, want ik gebruik het, ik maak soms ook wel eens van dit soort look zeg maar. Dus ik vind het eigenlijk best wel gewoon goed geslaagd, zeg maar. En dan was dit mijn video weer voor deze keer van mijn Penthouse Look serie. En ik hoop dat dit gewoon een leuke video was. En doe zeker een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond om te zien. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan moet je dat hier zeker doen. Hieronder. En dan zie je. Ik jou snel weer bij mijn volgende video weer op woensdag en de zaterdag. En ik zeg dus doei doei. En ja, dus doei doei.